Als je dan daar kijkt, daar zie je de betoncentrale van Bruil, de betonfabriek. En hier aan de linkerkant zie je de huizen, de achterkant van de huizen aan de Havenstraat. En daar woont Jodica Lookman al 25 jaar. Op een steenworp afstand van betonfabriek Bruil. Nu nog met plezier, maar als de fabriek meer gaat produceren, kan dat snel veranderen, denkt ze. Dat betekent eigenlijk vol continu dat de betonaanmaak draait, dat de puinbreker gaat draaien, want daar is voor aangevraagd. En dat we de vrachtauto's af en aan hebben rijden. En dat niet alleen overdag, maar dan ook in de vroege ochtend en avond. En 12 keer per jaar vol etmaal, vol continu door. De conceptvergunning die de gemeente onlangs gaf, biedt ruimte om de betonproductie flink op te voeren. Alfons van Woensel is directeur van Bruil. De onderneming moet blijven groeien en daarom wil hij kunnen uitbreiden. Er is sprake van een uitbreiding en dat is met name omdat wij verwachten toekomstgericht dat wij meer zullen gaan hergebruiken. Dus in beton wordt steeds meer hergebruikt, circulaire economie, terugdringen van CO2. En vandaar dat wij verwachten dat we toekomstgericht wat extra ruimte nodig hebben. Bruil mag volgens de nieuwe vergunning 3 keer zoveel beton produceren. Van 150.000 naar 440.000 ton per jaar. Maar volgens de directeur wordt er in de praktijk nooit zoveel geproduceerd. Een drukke dag, hè, waarbij we volop draaien. En dat doe je dan 220 dagen per jaar. Nou, dan kom je op eigenlijk dit soort hoge getallen uit. Terwijl wij in de praktijk waarschijnlijk met de helft daarvan op jaarbasis ook uit de voeten kunnen. Maar zolang dat niet zwart op wit staat, is er wantrouwen bij de omwonenden. In het verleden hebben ze namelijk al veel problemen met de fabriek gehad. Nou, dit is ons ondertussen opgebouwde dossier vanaf 1991 tot nu. In die tijd stond er naast de betonfabriek ook een asfaltcentrale. Ook toen kwam Lookman samen met zo'n 15 andere bewoners in verzet. Daar hebben we vanaf zodra de vergunningen verstrekt worden zienswijzes ingediend om te zorgen dat het voor ons als omwonenden tot een leefbare situatie, een acceptabele, plezierig leefbare situatie zou leiden. Want dat was het toen niet, toen die asfaltcentrale hier was? Dat was het niet, want als je de 's nachts echt wakker moet worden van de stank en je ramen moet dicht doen en om de zoveel tijd toch in je ondiepe slaap wakker wordt van langsdenderende vrachtauto's, dan is dat niet een fijne situatie. Met veel pijn en moeite is de asfaltfabriek van Bruil in 2010 verplaatst. Daarbij werd in een contract met Bruil vastgelegd dat er zo een definitief einde aan de overlast moest komen. De verplaatsing kostte de gemeente Wageningen en de provincie ruim 10 miljoen euro. Als je hier opnieuw een vergunning verstrekt waarin je weer nachtelijke overlast hebt, dan zou je kunnen zeggen dat het weggegooid geld is. Volgens Bruil is de huidige situatie niet te vergelijken met die ten tijde van de asfaltcentrale. En daarom zal de overlast van toen bij uitbreiding niet terugkeren. Nee, geurhinder is geen sprake van. Nachtwerk komt amper voor. Vrachtwagens rijden niet meer langs de woonwijk, maar hebben een andere ontsluiting gekregen hier. Dus eigenlijk al die drie problemen zijn er niet meer en zullen ook niet meer komen. De gemeente Wageningen wil niet voor camera reageren, maar laat in een verklaring weten dat ze opnieuw met Bruil naar de vergunning willen kijken en dat ze in gesprek gaan met de bewonersvereniging. We hopen echt dat we er samen met de gemeente en andere partijen echt uitkomen. We hopen dat de Provinciale Staten daar misschien ook nog een zetje in kan geven. Maar lukt dat allemaal niet, dan gaan we toch, helaas zullen we dan weer dat moeten doen wat we vroeger ook gedaan hebben. En naar de Raad van State gaan en een procedure aanspannen tegen deze vergunning.